Goedemorgen. Goedemorgen. Nog wakker gelegen vannacht van de koersen? Nee, ik lig nooit wakker, want je moet spreiden en dan loop je niet de 7 sloten tegelijkertijd. Kom binnen. Ja, dank je. Geert, zijn er nog aardverschuivingen geweest? Ach, er zijn altijd donkere wolken aan de lucht, maar er zijn ook altijd lichtpuntjes. Ja, dat is waar, dat is waar. Zo Geert, druk bezig met de financiën. Heb je een financiële slag geslagen? Nee, dat is een hobby van mij. Muntjes aan de kant leggen in de hoop dat ze later meer waard worden. En ik heb een geluksdubbeltje. Maar ik wil het eigenlijk met je hebben over de financiële markt. Ja, want die is interessant. Moet ik dan aan beleggen in banken denken? Nou ja, als je bijvoorbeeld beleggen wil in een ABN, Amro Bank of ING, is daar niets mis mee. Oké, maar Geert, dit is tastbaar geld wat we hier zien liggen. Ik heb ook het een en ander gelezen over een cryptomunt. Kun je een beetje uitleggen wat dat inhoudt? Een cryptomunt is geen munt, dat is een coin. Een bitcoin bijvoorbeeld? Een bitcoin is ook een coin, dat zegt het al. Het zijn in feite waardeloze dingen. Ze zijn namelijk niet gereguleerd. En mensen hebben op dit moment enorme goudkonsen namen. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ik wilde ernstig tegen waarschuwen. Ja, want hij is, die bitcoin, ontzettend populair. Ik denk wel populairder dan ooit. Want veel mensen beleggen erin. Wat vind je daar eigenlijk van? Ik vind het heel erg dom, want het is namelijk, de overheden doen anders niks als waarschuwen. De centrale banken doen anders niks als waarschuwen. In China is het al verboden, maar iedereen weet het beter. We zijn niet meer van deze tijd, het is de nieuwe munt. Maar het is niet gereguleerd, je kan het niet gebruiken in het economische verkeer. Oké, je kan er misschien een hamburger mee kopen als publiciteitsstunt, maar het is van nul en geen allerlei waarde. Op het moment dat het waarde krijgt, gaan de overheden dat zelf wel doen en bedenken. Dan krijg je eurocoin of dollarcoin. Maar het is zo'n nieuwe techniek dat... Stel je nu eens voor dat de stroom afvalt. Wat blijf je dan met al die coins? Kun je het vasthouden? Nee, je kan het niet vasthouden. Hier, dit kun je vasthouden. Allemaal 0-euro-munten. Ja, maar ja, weet je, het is wel in korte tijd 350 keer meer waard geworden. Het is niet meer waard geworden. Men betaalt er meer voor. Weet je wat het waard is? 0 euro. Ik snap het ook wel. Die bitcoins en die coins hebben iets rebels. Een soort eigen beeldje, een soort rebelletje. En dan hangen we daar een soort magic aan. En dat vinden we mooi. Maar Geert... Briefgeld is ook maar papier, dat kan verbranden. En dit is, nou ja, materiaal wat bijvoorbeeld kan smelten. Dus ja, overal kleeft toch wat negatiefs aan. Dat is niet waar, het is gereguleerd. Bijvoorbeeld vroeger, dan heb ik hier een zilverbon. Kijk, daar stond zeg maar zilver tegenover. Nu is dat tegenwoordig niet helemaal meer het geval. Maar het is wel geld wat gegarandeerd is door de overheid. En waarmee je dus een huis kunt kopen, waarmee je belasting kunt betalen, waarmee je eten kunt krijgen. Dus het is een soort ruilmiddel wat onder toezicht... een bepaalde waarde heeft. Dat kun je niet vergelijken. Geld zal altijd een betaalmiddel blijven. Of dat nu giraal is, maar een coin... je kan geen anarchie hebben in de financiële wereld. Dat zullen ze nooit toestaan. Maar wat raad je mensen met bitcoins of aandelen rondom bitcoins dan nu concreet aan? Zo snel mogelijk als je kan je winsten, want iedereen heeft enorme winsten verkopen, om die veilig te stellen. Maar geloof me, er komt een dag en die is niet ver van hier, dan is het zeebelletje uit elkaar. Ren voor je geld. Nou wil ik toch positief afsluiten vandaag. Als je nou een pareltje moest geven in de financiële markt, wat zou dat dan zijn? Nou, kijk deze $100 biljet. Puur passief zilver. Hoe leuk is dat? Dit is 100 gram zilver. Dit heeft waarde. Dit heeft ook een industriële toepassing. Als mensen dan toch willen beleggen en ze willen iets exotisch, dan zou ik zeggen, kijk eens een keer naar zilver. Zilver is achtergebleven ten opzichte van het goud. En in Beursgenoten heb ik een heel artikel erover geschreven. En ik denk echt dat zilver de komende jaren wel eens een enorme mooie stijging zou kunnen doormaken. Dus iets exotisch, vooral die bitcoins tegen zilver. Nou, dankjewel Geert. Ik kijk uit naar volgende week. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens.